Dames en heren, hier in Spui 25. Welkom bij de nieuwe aflevering van Letteren Live. En vandaag hebben we te gast Kees van Beinum. Iduna Paalman komt gedichten voorlezen. Brechtje Hofstede en vertaalster Ai Prins. Wij hebben er zin in, ik hoop u ook. Het is meteen eigenlijk de beurt aan onze eerste gast. Kees van Beinum, die komt vertellen over zijn nieuwe roman. 23 seconden, geef hem een warm applaus. Kees, 12e boek is net uit, 23 seconden. Een roman over de schrijfster Anne, die terugkeert naar de plaats van haar jeugd. Naar de Wallen, waar zij vanaf haar 8e jaar gewoond heeft bij haar moeder, die ruim prostituee was. En Anne keert terug om het verhaal van haar jeugd te schrijven. Ja. En in zekere zin keer jij ook terug, ja, hè, naar zowel op persoonlijk als literair vlak je roots. Ja. In die zin is het ook een terugkeer voor mijzelf geweest. De hoofdpersoon, zoals je zei, Anne, die komt 20 jaar na de dood van haar moeder weer voor het eerst terug in die buurt. Die is wel bewust nooit teruggegaan. Die wilde niet meer terug. En dat heeft te maken met de moord op haar moeder en wat nadien heeft plaatsgevonden. Ja, wat in het boek inderdaad de hamermoord genoemd wordt. Ja, de hamermoord, zo stond het in de kranten destijds. En in mijn geval, ik ben vele malen terug geweest natuurlijk, maar ook was het voor mij dit keer wel een ander soort terugkeer, omdat ik de afgelopen 2-3 jaar steeds minder terugging. En nu ik voor de research heel veel door die buurt heb rondgelopen, ik ook eventjes om me heen keek van, het is allemaal bekend. Maar niets is echt vertrouwd nog. Er is zoveel veranderd, zoveel gaande. Ja, dat beschrijf je ook. Hè? Het boek opent heel mooi met letterlijk bij het Centraal Station, bij de bouwput voor het Centraal. Er wordt gegraven daar. Ja, en dan in het café Dwaze Zaken, de Amsterdammers wellicht wel bekend, waar Anne weggestuurd wordt omdat ze aan de Instagram-tafel zit. Ja, dat is haar eerste welkom terug. Ja. Laten we even opstaan, want dit is onze eerste Instagram-thema. Ja, terwijl zij kent de Wallen van de jaren 80 en 90. Ja, in de roman heb je die buurt in twee periodes en die worden alle twee gekenmerkt als twee plagen. Je had de plaag van de junks en de heroïne en nu heb je de plaag van de toeristen en de Nutella. Ja. Dus die twee tijden komen beide aan bod. En in die zin is het ook wel kenmerkend voor die buurt ook altijd geweest. Ooit daar neergezet voor de gegoede burgerij, hè, kooplieden en rijkere mensen, de mooiere huizen. Vondel had in de Warmoestraat, waar ik zelf woonde als kind, nog een kousenwinkel. Ja, want jij onze grootste dichter. Eigenlijk ook, hè, Anne in jouw roman komt op haar 8e op de Wallen terecht. Ja. Komt daar wonen. Ja. Maar jij kwam ook rond die leeftijd daar terecht. Zo ver als mijn herinneringen teruggaan, kwam ik daar al. Want mijn oma, in die buurt bekend als Tante Jopie, dat was zo'n vrouw die cafés had en en die het leven met de nodige humor, maar vooral ook met de blote vuist tegemoet trad. Ook haar klanten overigens. Als er iemand een grote mond had, dan timmerde ze hoogstpersoonlijk de zaak uit. Dus ik kwam als kind daar al. Maar ik kwam daar zelf te wonen. Na het overlijden van mijn vader. Mijn moeder bleef met twee jonge kinderen achter. En die had geprobeerd met mijn vader zich te ontworstelen aan haar milieu. Een ander soort leven op te bouwen. Maar ja, dat toekomstplan viel in één keer weg. En toen was er haar moeder, die enorme sterke vrouw die altijd oplossingen wist. En die had maar één oplossing in gedachten. Ik ga voor jou een aanbetaling doen. Een caféhotel, dat was caféhotel Centrum in de Warmoestraat. En dan moet je je maar op die manier zien te redden. En zo kwamen wij daar te wonen. Ja, ja, en in zekere zin, hè, omdat Anne, die is 8 als ze daar komt wonen. Ja. Die is daarvoor vrij beschermd opgegroeid bij haar grootouders. Ja. Zij is vanaf het begin eigenlijk een soort buitenstaander. Ja. Hè, en dat blijft ze ook een beetje. Ze is natuurlijk ook schrijfster, ze is heel beschouwend. Is dat iets wat je ook in jezelf herkent? Ja, er zijn zeker voldoende parallellen, denk ik. Wat haar overkomt natuurlijk, zij heeft op de Veluwe bij haar opa en oma gewoond, omdat ze niet bij haar moeder
kon wonen, omdat haar moeder in de prostitutie was beland en in een heel, heel onoverzichtelijk leven. Maar na het overlijden van oma komt die moeder haar ophalen. En zij weet nagenoeg niets van haar moeder. En ze wordt opgehaald in een oude legerjeep met een man die achter het stuur zit, Pierre. De kapper. Pierre de kapper. En zij denkt, dit is een alleraardigste man, een vreemde man. Ze heeft eigenlijk nog nooit een homo gezien. En dit is de kapper van de Zeedijk, die wel even dat ritje voor zijn rekening neemt. En ze wordt opgehaald, ze komt daar in die steeg. Ze stappen uit en de moeder heeft sleutels, maakt de deur open. Dan is dat haar nieuwe leven. Het eerste wat haar moeder doet, is met haar naar de CNA gaan. En die koopt allemaal nieuwe kleren voor de... Heel ander soort kleren. Een flitsend pakje. Flitsende dingen met van die franjelaarsjes en noem het allemaal maar op. En de volgende dag gaat ze naar Pierre om ook nog dat slome haar eens even weg te knippen. En Anne die kijkt dan in de spiegel en die ziet er ineens een heel ander kind staan. Dus alles is veranderd, alles is op zijn kop gezet. En dat heb ik eigenlijk ook wel ervaren, dat toen ik daar kwam wonen, dat het heel ingewikkeld was. En in dit boek zit natuurlijk... Iets, als schrijver zoek je altijd naar iets wat thematisch boven alles wat je vertelt hangt. Ja. En het is in dit geval heel sterk identiteit, schuine streep schaamte. En ik heb dat zelf ook gehad toen ik naar het gymnasium ging. En dan kom je in de eerste klas en dan vragen ze op school van waar woon jij, Maar die school stond in Osdorp. En ze woonden allemaal daar in de buurt. En ik zei toen, ik woon in het centrum. En dat klopte, want het Café Hotel heette Centrum. Daarbij was het hartje Amsterdam. Dus ik loog niet. Maar de volgende dag was er natuurlijk iemand die zei, ja, maar waar dan in het centrum? Nou, heel dicht bij het Centraal Station. En er vroeg iemand, maar heeft die straat misschien een naam? Ja, waarom moest dat? En het klonk net alsof ze een schaakval dicht liet te klappen. De Wallen. Hoe lang heeft die schaamte jou achtervolgd, Kees? Ik raakte er wel van verlost toen ik ontdekte dat de mensen het eigenlijk, leerlingen, het heel interessant vonden. En in de tweede of derde klas, toen was het al zo dat iedereen graag met mij mee wilde naar huis. Want dan gaf ik zo'n rondleiding door de buurt. En was mijn je oma mannetje had ook, opeens? Ja, mijn oma had ook een café en zo. En daar zaten er allemaal Amerikanen en Canadese militairen. Dus dat was een hele bezienswaardigheid. Maar laten we zeggen, dat gevoel dat je ergens bent, en in het geval van Anne is dat natuurlijk veel meer. Zij kon op school gewoon niet vertellen wie ze was, wie haar moeder was. Dat was de code van haar bestaan, dat niet vertellen. Ja, want inderdaad, er komt wel een hotel, café in voor, maar dat is dan van de moeder van haar jeugdliefde, hè? Van Hajo. Van Hajo, ja. Dat is eigenlijk zo'n jongen die... Die leert haar een paar hele elementaire wijsheden. Zij denkt, dat heeft ze altijd geleerd van haar opa en oma. Kijk, als je in deze buurt, bij deze mensen, dan eigenlijk zit je tussen het slechtste van het slechtste. Maar Hajo is een jongen die verslindt het leven tussen zijn kaken waar je bij staat, bij wijze van spreken. En die is al jong aan het fotograferen in cafés. Ja, hij wordt fotograaf. Zij gaat ook inderdaad in de roman, ze schrijft een tekst bij een overzicht tentoonstelling. Ja, later, hij is overleden inmiddels. Hij is overleden. Ja. En die loopt met haar over straat en die zegt, kijk die junks en dit en die mensen. Snap je het nou niet, hè? Wij zijn niet de sukkels, wij zien dit allemaal. Want wij worden niet zoals deze mensen, maar wij zien het allemaal. En dan begint het een beetje te dagen, je kunt jezelf misschien ook verheffen, juist doordat je dit allemaal weet. Alles wat je geheim probeert te houden is misschien ook wel een voordeel. En ze is ook niet voor niets later schrijver geworden. Hè? Je hebt vaker dit decor van je jeugd gebruikt in boeken. En ook vaker in een context die niet altijd vrolijk was. Maar het is nu wel, lijkt wel veel grimmiger, het beeld van die begin jaren 80 die je oproept, dan in je eerdere werk. Klopt dat? Is dat omdat er meer afstand is? Klopt. Of komt dat omdat het nu inderdaad een soort openluchtmuseum is geworden, dat het contrast zo groot is geworden? Ja. Want het is echt een wereld van eigenlijk een hele nare mensen en ieder voor zich en moord en doodslag. Ja. Kijk, ik heb een boek geschreven, Dichter op de Zeedijk. Maar ik kwam er al als kind. En ik heb nog even meegemaakt dat oude Amsterdam van de oude penozen. En dat was toch... Had iets romantisch eigenlijk. Ja, het was een beetje een dorp was het echt. Is dat ook niet een beetje vast tuurlijk, nostalgie? Dat is het altijd. Je hebt het over Haring, Arie en Zwarte Jopie. Dat waren toch ook eigenlijk keiharde gangsters? Waren keiharde gangsters en de meisjes werden ook geronseld, et cetera. Maar toch had die buurt...
voor mij als kind en veel oud-Amsterdammers toch wel... had ook wel iets moois, iets kwetsbaars moois. Maar dat boek had ik geschreven en dat eindigt eigenlijk daar... nergens in het boek is er ook maar iemand die drugs gebruikt of het erover... Maar het dichter op de Zeedijk. Dichter op de Zeedijk. Maar het eindigt eigenlijk dat je de eerste aanwijzingen krijgt. En dan stopt het daar. En ja, dan maak ik voor dit boek de sprong naar die andere periode. En dan zit je middenin eigenlijk... de tijd dat de Amsterdamse bestuur eigenlijk niks meer te vertellen had over die buurt. Nee, het was een no-go area. No-go area. Heroïne. Werd getipperd achter Centraal Station op de Utrechtse straat, waar we nu een broodje halen voor 10 euro. Een broodje kaas. Ja. En, maar daar liepen toen heroïne prostituees op straat. Dat is een onvoorstelbare verandering. Ontzettend maar zo, Amsterdam heb je verlaten als Amsterdam. Ja. Je woont al jaren in Bloemendaal. Ja. Kijk je ook zo naar die stad, hoe die stad transformeert van een, ja, zeg maar een ruige, vrije stad naar een... Ja, wat zullen we zeggen? Een toeristisch bolwerk. Ja. Boven het verhaal hangt thematisch gezien dat van identiteit. En kijk, in die junkertijd was de stad ook, zeg maar, leed aan een identiteitscrisis. Want die nostalgische jaren, die waren voorbij. En niemand wist hoe het moest en waar het heen ging. Mensen waren bang. De post werd niet meer bezorgd, want die man werd beroofd. Ja. De postbode. Dus het was een hele gekke tijd. En die stad leidt weer aan die identiteitscrisis. Ja. Want nu weet die stad, met name die buurt, want die beperkt me toch grotendeels tot dat stukje van Amsterdam. Het staat er weer net zo voor, op een heel andere manier wel. Dit zijn de vette jaren. Alles is opgepoetst. Alles is mooi gerenoveerd. Iedereen... kan rijk worden op 10 vierkante meter als je maar de bepaalde broodjes verkoopt en weet ik veel wat doet. Ja, iedereen kan dan zijn geld verdienen. In jouw boek, Anne, die gaat op zoek naar haar jeugd. Aanvankelijk heeft zij volgens mij een beetje de vraag, waar was ik toen mijn moeder vermoord werd? Waarom heb ik daar niks van gemerkt? Maar langzamerhand verandert het boek bijna in een soort whodunit, toch? Hè? Ja, zeker. Ja. Ja. En ben jij ook begonnen aan dit boek met het idee van, ik ga een keiharde misdaad erop, maar hoe is dit verhaal tot jou gekomen? Ja. Nou, het idee, dat sluimerde al heel lang. Gewoon omdat ik zelf een keer door een vriendje op straat was meegenomen naar zijn huis. Hij woonde niet bij zijn moeder, hij woonde ergens anders bij zijn oma in Amsterdam-West. Maar hij is vaak in die buurt. In jouw jeugd? Ja, hij nam me mee naar het huis en toen ging ik naar binnen, eenhoog. En zijn moeder, ja, die kende ik, want die zat beneden altijd achter het raam. En we kregen thee en koekjes, aardige vrouwen kwamen buiten. En ik vroeg niet, is dat jouw moeder die ik altijd... En hij zei er ook niets over. En we wisten precies van elkaar. Dat was een soort code. Dat was code. En we zeiden er niets over. En dat verhaal ging al heel lang met me mee. Maar bij schrijvers kloppen voortdurend de verhalen aan. Maar welk verhaal is aan de beurt? En je moet op een gegeven moment zelf zo geprikkeld raken... dat je denkt, ja, zo ga ik het doen. Nu weet ik het. Dat van... identiteit, die stad die er ook een rol in speelt, dat vond ik interessant. Maar ik dacht ook, ja, ik heb een historische roman geschreven, een semi-autobiografische roman. Je moet jezelf ook blijven prikkelen. En toen dacht ik ga dit alleen maar opschrijven als ik nog iets aan kan toevoegen, plotmatig, dat het heel spannend wordt, maar dat het wel binnen het thema van identiteit past. Dus ik heb heel lang rondgelopen, hoe ga ik dat verhaal nou vertellen? En toen ik eenmaal wist hoe ik die spanning kon opbouwen, want ze zoekt contact met de moordenaar. Hè, die zit niet meer gevangen, maar die zit in het leger des Heils, ergens in Lelystad, zit hij in een verzorgingshuis. Die wordt afgeschermd, maar ze wil heel graag met hem in contact komen. En ze haalt heel veel overhoop daardoor. En ik vond het interessant om te laten zien hoe je haar leven en het terugkijken op haar bestaan, hoe je dat meekrijgt. Maar ook bijna op een klassieke manier, zoals dat in een thriller gebeurt. Er is iemand vermoord en dan niet het verhaal met politielint afgescheiden en een regisseur met tics. En die precies aan het eind weet wie het heeft gedaan. Nee, de schrijver is de regisseur. De schrijver is het is de geen baantje. Ja, het is geen klassieke detective, maar desalniettemin toch op literaire wijze bloedstollend, mag ik wel zeggen. Ik vond het echt spannend. Dankjewel. Ja. Ja. Dankjewel, Kees van Beijden. 23 seconden. Oké. Okay. Het is zondagochtend en ik loop door Norwich. Sinds ik hier op schrijfresidentie ben, heb ik de gewoonte opgevat om binnen te lopen in de tientallen middeleeuwse kerken die de stad rijk is.
De meeste blijken nu in gebruik als vintage winkel of expositieruimte. En in een ervan biedt het Revelation Café de openbaring van courgettetaart. Bij de kerk die ik vandaag passeer staat een bordje met de tekst Medieval Martial Arts. Nieuwsgierig stap ik naar binnen. In het schip van de kerk is uit houten pallets een arena opgetrokken. Daaromheen staan een home trainer, een bok en een chest press. En daarvoor, naast de grote natuurzijnde kuip met heilig water, is een jongen in een pruimkleurige Hawaii-short bezig een blinkend stalen harnas aan te trekken, omringd door andere mannen. De beenplaten en helm liggen nog uitgestald op de grond. De schouderstukken en de maliënkolder heeft hij al aan. Als ik vraag wat ze aan het doen zijn, krijg ik een bel in mijn hand gedrukt met de uitnodiging eens flink uit te halen. Ik tik met de bel op het harnas van de jongen in de Hawaii-short. Harder, zegt hij. Ik sla harder. Harder. De bel ketst van de stalen platen. Het is opvallend hoe snel je er plezier in krijgt om met alle macht naar iemand uit te halen met een geslepen bijl. Een jongen met een vlassig baardje die Ryan heet, vraagt of ik meedoe met de zwaardvechttraining. Ze beginnen nu. En voor ik het weet sta ik in de arena, met in mijn linkerhand een schild gemaakt van hetzelfde soort felrode en felblauwe schuimrubberplaten waarmee ik ooit baantjes leerde zwemmen. En in mijn rechterhand een zwaard ingepakt in rubber. Mijn hoofd is beschermd door een helm die zo ruim zit dat ik na elke klap weer even recht moet schuiven om nog iets te kunnen zien. En zo leer ik tussen koorbanken en glas in lood de basis van het zwaardvechten. Ik weet nu dat het zwaardbeen voor moet staan en dat je zwaard en schild voor je uithoudt om de klappen op te vangen. Als een gigantisch autostuur draaien ze naar de richting van de aanval. Dekking hoog, zwaardbeen voor. Het duurt niet lang of het vel van mijn rechterhand hangt open van het zwaard slingeren. Precies tussen duim en wijsvinger op de plekken waar ook mijn vulpen rust. Nog zo'n nostalgisch instrument. Nadat ik met deze blessure ben uitgevallen, stel ik vragen. De meeste jongens zijn hier toevallig ingerold, vertellen ze. Sommigen zijn altijd al gefascineerd door ridders en veldslagen. Anderen willen fit worden, maar worden ongelukkig van de sportschool. Dat voelt altijd zo hol. Dan ben je een uur aan apparaten aan het trekken. Dit gaat tenminste nog ergens over, zegt een mollige jongen. Een ander belooft me zijn heruitgave van de middeleeuwse handboeken voor zwaardvechten te laten zien, als ik woensdag weer kom. Wat me ook opvalt, er zijn Polen, Duitsers, Britten, working class en universitair geschoold. En allemaal voelen ze zich hier verbonden met hun geschiedenis. We gaan binnenkort trainen met de boogschuttersvereniging, zegt Ryan. En zijn ronde gezicht straalt. Daarna hebben we eigenlijk alleen nog cavalerie nodig. Nog even en Norwich heeft een compleet leger beschikbaar voor de herovering van het verleden. Het is tijd voor onze tweede gast. En we zijn trots erop dat ze er is. Net onderscheiden met de Letterenfonds Vertaalprijs, vertaalster van Russisch literatuur. Een warm welkom voor Ai Prins. Ai, welkom. Fijn dat je er bent. Veel vertaald heb jij, maar recent is natuurlijk verschenen de verhalen. En ik wou dan meteen heel stoer zeggen van Platonov. Maar ik begreep voor de uitzending, klampte iemand mij aan en zei, dat zeg je helemaal, ja, ik ben ook maar een koekenbakker. Het is Platonov. Of niet? Platonov. Ja. Platonov. Ja, dan ga ik dat toch zeggen. Want ik, ja, Platonov. Ja. Of is dat goed? Ja. Misschien moeten we even klassikaal ja, doen. Ja, nee, maar het is toch, ja, ja, het is toch lastig. Want daar ging het al mis. Welkom dat je er bent. Om dan te beginnen met Platonov. De verhalen die je hebt vertaald. Ik vraag me altijd in de eerste plaats, het vertalen is natuurlijk een super fascinerend vak. Hè? Ja. En jij hebt natuurlijk ook veel andere grote Russische schrijvers vertaald. Als je dan met zo'n Platonov begint, ben jij dan aan het zoeken naar een tone of voice? Van, of hoe kom je in die taal van die specifieke schrijver terecht? Oei. Gewoon beginnen. Weet je, ik heb natuurlijk ontzettend veel gelezen. Ook als student heb ik hem gehad op het programma. En het was een soort angstgegner, hè, bizarre schrijver. En je kan je van tevoren wel van alles voornemen, maar ga gewoon maar zitten en begin pagina 1 en
typen en dan stuit je op allerlei dingen. En wat curieus en super interessant oeuvre, als je de verhalen leest, dat hebben we natuurlijk gedaan. Een man die als communist gelooft in de heilstaat, maar ook in zijn oeuvre heel duidelijk laat zien dat hij eigenlijk dat geloof ook meteen al, niet verliest, maar eigenlijk die vooruitgang niet per se ziet leiden naar een beter leven. En dan toch blijft geloven in dat communistisch ideaal. Ja, wat maakt hem een bizarre schrijver voor jou? Zijn mening dat hij, ondanks, hij is een gelovige, hij is een communist, ziet wat er gebeurt en is dan toch, op een of andere manier weet hij het voor elkaar te krijgen om bijvoorbeeld zoiets gruwelijks als de collectivisatie nog te verdedigen. Ja. En ook, waar miljoenen boeren aan zijn gestorven. Ja, en ook personages laat zeggen van, god, we hebben over de kling jagen, want voor de vooruitgang is ons alles heilig. Dus zijn opvattingen deel ik ook absoluut niet. Terwijl ik, als ik denk aan andere schrijvers, als weet ik veel, Tsjechov of Bulgakov, daar kon ik altijd in meevoelen. En deze man heb ik eigenlijk nooit helemaal kunnen begrijpen. En hij wordt je toch automatisch dierbaar. Hè? Je bent de hele poos met hem bezig en hij heeft ook een heel moeilijk leven gehad. En hij was op zijn manier oprecht, maar uiteindelijk heb ik hem nooit goed gesnapt als persoon. Dat is dan het ene bizarre. En het andere is zijn bizarre taalgebruik. He, in de jaren 20 werd het een soort newspeak uitgevonden. Al die communisten die de hele wereld op zijn kop, of de hele maatschappij op zijn kop zetten. En ook alles, alle instanties. En ook de taal. He, er komt een raar bizar Sovjet-speak, hanteert hij. En daarin is hij ook heel erg. Kun je dat uitleggen? Kun je dat vertalen naar het Nederlands, Sovjet speak? Ja. Wat veranderde er in die taal? Wat die Russen, waar ze dol op waren, was bijvoorbeeld het afkorten van nieuwe instanties. Er werd een hele nieuwe maatschappij ingericht. Dus je had opeens het Gosprom, huppeldepup, weet je wel. Economisch, chemisch, productioneel, complex, weet je wel. En dat werd dan in één woord werd dat afgekort. En, want er waren gewoon geen woorden voor die hele nieuwe. En ging dat dan verder ook in de rest van de taal? Is dat dan, werd er opeens ook, werden er ook andere dingen afgekort? Je hebt nu gewoon het standaard Russisch, daar bleef men in schrijven en spreken. Maar er waren ook heel veel instanties die gewoon een nieuwe naam behoefden. Je hebt natuurlijk lang daar gewoond in Rusland en bent in 2014 teruggekomen. Hè? Ja, ja. Maar heeft dat jou wel als vertaler, dat klinkt wat gek, nog beter gemaakt? Omdat je die taal natuurlijk helemaal tot in details bent gaan doorgronden op het moment dat je in die maatschappij zit? Het heeft mij in een ander opzicht goed geholpen om beter te kunnen snappen waarin Platonov afwijkt van de standaardtaal. Want dat was eigenlijk een van de grote problemen bij het vertalen. Je hebt bijvoorbeeld het Russisch idioom. Je zegt, Piet klimt op de boom, waar wij zeggen hij klimt in de boom. Ja, maar dat maar, gaat nog. Dat gaat nog, maar goed, dat leer je op school of op de universiteit. En dat kun je aan. Maar Platonov wijkt vaker af op een manier waarvan ik dan nu beter snap van, zo zeg je dat eigenlijk niet in het Russisch. Dat is gewoon een beetje anders. En dat is heel erg moeilijk om te bepalen op welk punt het idioom dat hij hanteert nou afwijkt van de standaardtaal. Als je lang in Rusland woont, dan leer je de beschaafd Russisch leer je beter kennen. Dus dan kun je beter beoordelen of iets dan afwijkt. Maar dan nog heb ik ongelooflijk veel getwijfeld. En ik denk van, volgens mij zeg je dat niet in het Russisch. Dus toen moest ik eindeloos veel Russen raadplegen. En dan vroeg ik van, maar zeg je dat nou zo? Ja, je zegt het, dat is Platonov. Nee, maar ik zeg Jan met de pet, zegt hij dat nou zo? Ja, niet altijd, maar in bepaalde gevallen wel. Ja. En zij, Russen vergeven Platonov heel veel, omdat hij zo'n groot schrijver is. Maar als je in het Nederlands net zo bizar wordt als in het Russisch, dan haken mensen af. En ik heb ook in recensies wel gelezen van, Platonov is een groot schrijver, je moet even doorkomen. Ja. Want het is heel moeilijk, het leest niet makkelijk weg, maar als je op pagina 40 bent of zo, dan zit je erin. Hij schrijft heel veel over machines en over elektriciteit. Hij was natuurlijk een techneut, ingenieur. Ja. En het lijkt af en toe wel alsof hij gewoon doordrammen in de tekst, in de stijl. Ja, dat zit echt in zijn werk. En hij is er dol op om al die technische dingen te gebruiken. Maar hij gebruikt ook het gewone huistuin- en keukenrussisch.
Ja, moet ik dat uitleggen? Je hebt bijvoorbeeld een lemma, een woord met verklaringen. Eerste betekenis, tweede betekenis, derde. En dan gebruikt hij voor dat woord betekenis nummer 17. Ja. Dus net even iets anders. En alle woorden in de zin, dit zijn normale woorden, maar ze worden in een samenhang gecombineerd die eigenlijk niet normaal is. Je voelt altijd iets wringen. En lijkt me ook moeilijk hè, voor een vertaler, want je wil hem dan eigenlijk, althans dat zou je dan hebben, misschien is dat een beetje gek, maar dat je hem op weg wil helpen. Want als jij denkt van het is moeilijk en voor de lezers is dat ook lastig, hè, als je bij die 17e betekenis van het woord bij wijze van spreken zit. Maar als vertaler moet je ook natuurlijk bij die schrijver blijven, dus je mag er niet tussen komen te staan. Nee, kijk, bijvoorbeeld Platon komt een kamer, of een held komt een kamer in en hij zegt, Ivan kwam binnen in een ruimte waar 4 rechtstandige dingen, planken stonden en bovenin was ook nog iets. En dan denk je, ja, dat is een kamer. Ja, hè? Maar dat is niet de bedoeling. Dan doe je hem geen recht. Nee. Dus ik wil in het Nederlands handhaven dat de ervaring is van een rust die hem leest. Maar het idee is natuurlijk wel dat mensen een boek uitlezen als ze op een gegeven moment zeggen van, nou ja, de. En waar ligt die grens? Want dat is heel moeilijk, hè? Want je wil niet herschrijven, je wil die schrijver niet overnemen, maar je wil inderdaad ook dat werk toegankelijk maken. Ja, nou, dat is verschrikkelijk. Ja. Dus, dat, ja. Dus ja, ik heb natuurlijk ook wel mensen aan wie ik dan vraag van, nou, kan dit nog? Kan dit nog? Is dit nog te doen? En sommigen zeggen, nee, dat kan niet. En dan moest ik toch een beetje, je moet toch een beetje een toegeven. Er is geen pasklare oplossing. Nee. Hè, want ik las in een stukje dat jij schreef over Gogol. Google, God, ja, gaan we weer. Het is echt misschien nog een klassikaal lesje. Zeg het nog goed, Google? Nee, dat doen we niet. Wij zeggen Google, maar dat zeggen Russen. Dus. Nee, ja. Nee, zeg maar Google. Wij zeggen Google. Wij zeggen Google. He, dat daar, die gebruikt vrij veel Oekraïens. Ja. En wat niet voor Russen een eerste taal is, maar wel zeer veel verwantschap. En jij hebt toen in je vertaling een combinatie van zuidelijke dialecten uit het Nederlands en Vlaams gebruikt. Ja. Ja. Toch? En dat was een vrij, dat ik dacht van, nou, je zal er even over gepeinst hebben. Maar uiteindelijk wel een oplossing. Terwijl in dit geval klinkt het een beetje alsof je eigenlijk gewoon op elke pagina of bij elke zin opnieuw het wiel uit moest vinden. Ja, dat is zo. Kijk, dat bij dat Google. Ik doe het best. Had ik dat probleem, dat was er gewoon. En daar heb ik heel lang over nagedacht. Want in andere vertalingen waren al die Oekraïense woorden gewoon wegvertaald, weet je wel. Kan je doen, maar dan verlies je iets wat de ervaring is die een Russische schrijver, een Russische lezer heeft. Maar eenmaal die beslissing genomen, heb ik gewoon de dialectenwoordenboeken erbij gehaald en Vlaams en weet ik veel wat, om een dialectje te creëren, wat ook de associatie had van ons, van het Oekraïens, wat toen nog in Rusland ervaren werd als een hele lieve zachte taal. En dat ligt nu inmiddels ook wat anders. Een beetje anders. Dus voor mij was het niet zo moeilijk om daar iets uit te smeden uit Brabants, Limburgs, Vlaams en zo. Maar eenmaal die beslissing genomen, was dat niet zo ingewikkeld meer. Hey, je had een modus gevonden. Ja, en dat was in dit geval, was dat niet. Ik moest echt elke keer weer zoeken en puzzelen, kijken wat de lezer nog aankon. Was voor jou belangrijk om Platon of zeg maar bij ons te brengen in deze vertaling? Want het is een heel curieus ook oeuvre, omdat hij gelooft dus inderdaad, het is een techneut, het gaat veel over techniek. Destijds leeft ook het idee natuurlijk dat we met vooruitgang, dat de techniek eigenlijk de menselijke ratio zou overnemen en dat we eigenlijk allemaal een beetje tot en met onze seksuele driften zouden kunnen gaan beheersen. Weg met de natuur. En gaandeweg komt hij erachter, en dat zie je ook in zijn verhalen, zeker als je deze bundel leest, dat hij dat geloof zelf daarin verliest. Dat hij eigenlijk denkt, ja, met de vooruitgang komt het misschien nog wel ergens terecht, maar met die mensen, die maken er een potje van. Of dat nou leiders van de communistische partij zijn, of topambtenaren, waar hij zelf dan een beetje bij behoorde. En dat is zo mooi, hè? Dat is een soort vooruitgangsgeloof. En tegelijkertijd zegt hij, het wordt niks met die mensen. Ja, en hij zat in een enorme spagaat. En in zijn persoonlijke leven, het is een wonder dat hij, dat hij het overleefd heeft. Nou, uiteindelijk heeft hij het natuurlijk niet overleefd. Nee, want hij wordt op een gegeven moment natuurlijk wel zijn zoon wordt aangepakt. Ja. En dat is dan wellicht ook aan de literaire smaak van Stalin te danken. Dat is wel vaker gezegd, dat bepaalde schrijvers zijn
hebben het er levend van afgebracht, omdat Stalin onderkende dat het hele grote schrijvers waren. Ja. In dit geval werd dan Platonov zelf niet aangepakt, maar zijn zoon, die werd in een kamp, naar een kamp verbannen. Om hem wel pijn te doen natuurlijk. Ja. Dat was natuurlijk. Hij schreef ook in. Stalin las heel veel van die manuscripten en dan had hij ook zijn commentaren daarbij. En dan schreef hij bijvoorbeeld in de krant een schoft, klootzak. Ja. Ja. Ja, dat was hier ook specifieke momenten dat hij bij een van de verhalen heeft gezegd: het is een rotzak en hij is eigenlijk toch een. Een afvallige. Ja, en zijn lakeien, Stalins lakeien, die dachten van ja, wat nu? Betekent dit dat we die man om zeep moeten helpen? Moeten we hem verbannen of de kogel geven? En, ja, dat gebeurde dan toch niet. En uiteindelijk is hij in 1951 heel anoniem als een soort conciërge van een complex gestorven aan TBC, die zijn zoon uit dat kamp en uit de oorlog had meegebracht. Ja, hij is voor de oorlog werd het schrijven hem bijna onmogelijk gemaakt. Heeft in de oorlog is hij oorlogscorrespondent geweest en is hem weer een beetje gerehabiliteerd, maar beschreef na de oorlog een verhaal over een officier die terugkwam uit de oorlog en die toch ook weer niet beantwoordde aan het Sovjet-ideaal van de krachtige militair. Dus dan gaat een man, die komt terug van het front naar zijn vrouw. En onderweg heeft hij nog een liefje en dan blijft hij een paar weken hangen. Dus dat was absoluut niet zoals het socialisme dat voorschreef. Dus toen viel hij weer in ongenade en hij eindigde ziek. Zijn zoon was inmiddels overleden als conciërge in het schrijvershuis. Waar alle slippendragers van Stalin, die al die prul literatuur produceren. Ja. Ja, daar moest hij dan de deur voor openhouden. Dus dat was dramatisch. Heel tragisch. Maar vraag was of dat nou een soort heilig moeder van mij was om hem voor te brengen. Natuurlijk was het een enorme eer toen ik ervoor gevraagd werd. Maar ik was ik was daar ook echt beducht voor. Want als student lazen wij hem in het, weet ik wel, derde jaar of zo. En toen waren wij daar nog helemaal niet aan toe. En toen was het ook voor mij. Ja, een schrijver, communist, die ondanks die collectivisatie en alles toch maar doorging. Toch maar een soort van lippendienst bleef bewijzen aan het regime. En ook weer niet, want als je het nu leest, lees je toch ook wel de kritiek erin. Of dat hij in elk geval niet, het is niet een man die de heilstaat predikt, zeg maar. Want hij laat ook vooral het onvermogen zien. Ja, maar hij geloofde dus werkelijk dat door het alle feilen van het regime te laten zien, dat hij het regime daarmee in dienst bewees. Ja. Want als hij dan weer eens op zijn kop kreeg, dan zei hij, nou, ik snap het helemaal niet. Ik ben toch een communist en ik kom uit het milieu. En hij was echt een proletariër van afkomst. Ja. Dus ja. Hij snapte oprecht niet. Dat hij werd verketterd. Hij was echt een self-made man. Hè? Hij heeft zichzelf opgeleid tot ingenieur. Ja. En jij zei, jullie lazen het in het derde jaar. Hè? En je zei eerder in dit gesprek al, mensen moeten er wel doorheen komen. Maar komen de Russen door hem heen? Wordt hij veel gelezen? Ja. Nu bedoel je? Hij is wel een soort revival. Hij is een heleboel jaren is hij gewoon helemaal weg geweest. En veel van zijn werk, dat is beheerd door zijn weduwe. Ja. En het is pas sinds een paar jaar is het volledig werk weer toegankelijk gekomen. En al in de jaren 80, meen ik, is hier en daar wat van hem gepubliceerd. Wat allemaal niet al te gevoelig lag, politiek. En hij heeft een grote schare van aanbidders, bewonderaars. En er worden hele dikke boeken over geschreven. Hij staat dan misschien ook wat meer daar in een soort herkenbare traditie toch wel voor de Russen. Hè? Want die vertaalslag moet je eigenlijk ook nog maken. Ik bedoel, als je als Nederlander, wat je zegt, hè, die man die kamer binnenkomt. Ja. En de woorden waarvan hij het 17e betekenis lemma gebruikt. Ja. Misschien dat de Russen eerder begrijpen ook, maar dat doen ze wel vaker, die schrijvers. Dus degene die aan Platonov beginnen, die zijn hem ook wel genegen, weet je wel. En hier, heel veel mensen kenden Platonov helemaal niet. Nee. En die denken, het moet wat leesbaarder zijn. En dat is natuurlijk een probleem. Ja, hoe is het ook weer, ga je naar de lezer toe of ben je op de schrijver geconcentreerd? En dat is het grote dilemma van de vertaler, dus die onzichtbaar moet blijven en toch ook het pad moet plaveien. Ja. Ja. Maar ik ben dan voor de lezer niet zo coulant, laat ik het zo zeggen. Kijk, het is een geweldige bundel. En bovendien zijn er natuurlijk veel meer van jouw recente vertaling. Of we het nou over Pasternak hebben of Gogol, wat ik natuurlijk ook weer verkeerd uitspreek. maar we willen Aaije heel erg bedanken voor alle prachtige vertalingen. En gefeliciteerd met die mooie prijs. En ik zou zeggen, op weer naar de volgende.
Ja, ik ben bezig aan deel 2. Dus ah, kijk. Maar dat gaat nog een jaartje duren. Ja, voor ons is het goed nieuws, maar dan kan je wel terugkomen bij Letteren Live, zou ik zeggen. Heel veel dank. Ja, dankjewel. Ik ga 2 gedichten voorlezen uit mijn poëziedebuut De Grom uit de Hond halen. En het eerste gedicht heet Sprookjes. Het verlangen schuift voor dagelijks gebruik als buitentafel uit. Op stoelen schapenvachten voor kuddegevoel. Binnen benemen cactussen elkaar in kassen de adem. Een boekenkast met doe-het-zelf gedoe over liefde. Kinderen af en aan op crossfietsjes met paardenruggen. Vanavond weer verhalen over ridders met verlatingsangst, openslaande ledematen. De binnenmuren van dit huis hebben bij de koop besloten, vanaf nu blijven we samen. Pakken 's nachts op de tast je oppervlak. In de vensterbank een buitenmens bij open raam. De balk licht snoert zijn lijf tegen het kozijn. Is dit de huisvriend die je al jaren welkom heet? Wat leest hij? Als het sprookjes zijn, mag hij blijven. Het zoomen van de koelkast stemt langzaam af op het gesprek. Het trilt, de bijkeuken trilt, de hondenmand trilt, de vork trilt tegen het bord. Je handen boven het blad, het verlangen zo glad, kan zonder wassen terug in de kast. Alleen de hond weet dat de nacht uit de kraan lekt, maar niet in de gootsteen past. Ziet de ridders nog op het gazon en dat van alle meubels jij als eerste wakker bent. De riem vindt, wellicht begint te zingen. En het volgende gedicht heet Je bent ze iets verschuldigd, snap dat dan. Vergeet dat gekneusde platteland, die verrekte speelrekjes. De door hun knieën gezakte flats, het krachteloze stomen van de treintjes. De eieren in de koelkast. Ze stinken, maar gelukkig is van binnen alles dood. Vergeet je vader die zegt, je was een jaar of 9 en toen was ik je kwijt. Vergeet je moeder die meereisde naar de balletschool in Londen. Ze probeerde nog iets met een visum en Skype, maar zegt al tegen haar zussen, we hebben gedaan wat we konden. Nu is hij aan de beurt. Neem alles aan. Zeg op alles ja. Laat verdomme die spieren doen waar ze bij je geboorte al mee begonnen. Spartel kaarsrecht door de trechter. Je kunt geen kant op, dus beloon de mensen. Ze hebben betaald. Ze hebben gewacht. Je bent ze iets verschuldigd. Snap dat dan. Doe wat met dat verbrijzelende talent van je. Laat het bloed uitstorten onder je vel. Bind het stevig in, maar laat je lichaam telkens ontglippen. Maanzacht landen. Laat zien dat alles kan breken, behalve de sprongen. Gun die mensen hun applaus. Dat was Iduna Paalman. Hoe mooi was dat? En daarmee is een einde gekomen aan Letteren Live. De volgende editie is er weer op 12 december hier in Spui 25. U bent allemaal welkom. Meld u aan bij spui25.nl. Wij zijn er dan ook weer, hoop ik, als het een beetje mee zit. En ik hoop dat u er ook weer bij bent. Tot de volgende keer, Letteren Live. Dank u wel.